toen stond ik toch in de douche. En dan vraag je je af, wat ga je doen? Nou, niks is zo vriendelijk als een vrouw. Ik heb toch besloten om haar te gaan verven, omdat het nu nog vet vroeg is. Het is pas 4:10 en ik ben altijd zo klaar. Dan kan ik daarna editen. Volgende week heb ik de grote schoonmaak. Toen ben ik vaak wat uitgeputter. En ik heb nu nog energie. Dus ik dacht, ja, kan ik heel dom zijn om te zeggen, ik ga het gewoon volgende week doen. Dat kan ik net zo goed nu doen. Dan ga ik mijn spullen schudden. Dan gaan we toch even dat haar doen. Kijk, en nu heb ik dat hele handige dingetje van AliExpress. Deze. En normaal krijg je niet alles eruit. Dus ik ga even deze openen. Dan ga ik alles naar beneden duwen. Dus ik doe hem eromheen. In feite drukt hij het dan naar beneden. Maar dat moet ik dus even in de keuken doen, want dan kan ik het net wat beter zien. Dus, we gaan mijn haar verven. Amy Winehouse is back. Nee, ik heb normaal meer hoger, maar dit valt wel mee. Ik zit er weer lekker in. Ik kan nu gaan editen. Het is 4:10. Dus daar ga ik nu aan beginnen. Dan maak ik het vanavond wel verder af. Ik ga nu toch niet alles afkrijgen, dat weet ik gewoon. Maar ik heb geloof ik donderdag nu al af. Ik moet nu even wat muziek gaan uitkiezen uit de mediabibliotheek van YouTube. Dus ik ga dat nu even doen. Nog geen spoor van de DHL. Dus we gaan het even afwachten. Dan zie ik jullie straks even als ik klaar ben met editen. Zo, de katjes hebben gegeten. Ik heb net geëdit. Ik ben nu bij zondag. Dus ik heb hem tot zaterdag af. Dus dat is al een goed teken. Mijn fonduepan is ook bezorgd. Dus die ga ik morgen wel even laten zien. Want het is nu toch al wat donkerder. En hij staat nu in de gang. En ik heb hem ook zelf nog niet bekeken. Dat doe ik misschien vanavond en dan gewoon morgen. Ik lijf een beetje... Ken je nog van die ouderwetse plaatjes? Dat mensen, als ze gingen poetsen, de dames, dan hadden ze een band om hun hoofd. Dus nu heb ik zo'n haarband gevonden, dat dit zo recht overeind staat. Heel charmant, maar niet heus. Maar het voelt wel lekker warm. Dit gaat gewoon lekker broeien, zeg maar. Dus dat ga ik straks lekker uitspoelen. Ik ga nu nog even chillen. Dan ga ik vanavond even verder de vlog afmaken. Ik kijk vanavond het perfecte plaatje. En ik ga dus de laatste aflevering van De Sleutel kijken. Die was gisteravond. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder afstroomt. Ik heb wel het een en ander al gelezen dat het niet voor iedereen helemaal goed afloopt. Alleen dat vermoeden had ik al een beetje. Kom ik nog wel even op terug morgen. Trouwens wil ik nog wel even terugkomen. Want ik heb in mijn vorige vlog verteld over een boek over de gevaarlijke liefde. Dat ik in dat laatste boek bezig was en dat een meisje was ontvoerd. Uiteindelijk, ja, ik wil eigenlijk niet veel spoileren. Uiteindelijk bleek het een man met een goed hart te zijn. Laat ik dat zeggen. Want misschien vind je het zelf wel leuk om dat boek te gaan lezen. Dan wil ik niet vertellen hoe het afloopt. Maar neem dat maar van mij aan. Het was niet zo zwart-wit als dat het leek. Als wat mijn eerste gedachte was, gelukkig. Goed, ik ga nu lekker chillen. Ik ga jullie morgen zien, want de camera is bijna leeg. En ja, even lekker rustig aan. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 5 december, oftewel Sinterklaas. Nou, ik mag vanavond mijn cadeautje van mijn moeder openmaken. Ik doe verder al jaren niks meer aan Sinterklaas hoor. Ik vind het voor de mensen allemaal heel erg leuk die bijvoorbeeld kinderen hebben of die er wel wat aan doen. Hartstikke leuk. Maar ik vermoed dat heel veel mensen het misschien al wel gevierd hebben afgelopen weekend. Vooral met kleine kindjes kan ik me voorstellen dat je het in het weekend doet. Dat een doordeweekse dag niet heel erg handig is. Al kun je het natuurlijk ook vroeger vieren als je kleine kindjes hebt. Dus dat. Gisteravond heb ik... het perfecte plaatje gekeken. Ik moest even nadenken. Het was wel leuk, was nu ook nog wel extra leuk omdat je nu zelf ook een goede camera hebt. Dat je kan zien van ja, we zijn natuurlijk al een stuk verder. Maar wat je eigenlijk gewoon, hoe creatief je moet zijn. En daarna heb ik De Sleutel gekeken. Dat was de laatste aflevering. Ik vond het best wel heftig. Want je zag nu eigenlijk na 8 maanden die mensen zijn nu, ze waren 8 maanden gevolgd door de camera's. Ik bedoel, ze werden echt niet in de steek gelaten, want ze mochten gewoon contact blijven houden. Ook met de hele productie van het team en Bo zal er ook in blijven zitten. Maar voor de camera's was het voor het laatst. Er waren 5 mensen die eraan meededen. 3 van de 5 zijn echt
heel goed terechtgekomen. Die hebben echt zo een beter leven als wat ze hadden. Eén man die werkte gewoon knetterhard. Maar die zat gewoon in een opvang. En die mocht daar vanaf 7:30 s'avonds tot 7:30 s'ochtends bij zitten. Nou, dus die was natuurlijk ook heel gelukkig met die sleutel. Ik moet even mijn plukje goed doen. Nou, dat andere meisje dat deed inmiddels een opleiding. Ook iets op een, ze liep stage op een zorgboerderij. Wat zij heel graag ook wilde. Wat ze gewoon heel erg mooi vindt om te doen. Dus dat was ook wel heel erg mooi. En die andere jongen, nou, die heeft het heel ver geschopt. Want die kon ten eerste ook nog eens hartstikke mooie tekeningen maken. Dat was echt heel goed. Hij had ook een passie voor DJ zijn, volgens mij. In ieder geval muziek had hij iets mee. En hij had uiteindelijk ook nog eens een hele goede baan gekregen bij Apple. Als reparateur. Dus hij moest producten van Apple die binnenkwamen, die kon hij repareren. En het bijzondere was, hij had er nooit een opleiding voor gedaan. Want hij deed het gewoon al vanaf zijn 6e of zo. Mensen kwamen dan ook naar hem toe uit zijn vriendenkring. Van joh, ik heb een probleem, kun jij het oplossen? En dan trok hij gewoon zijn laptop open. En hij was daar ook gewoon heel geïnteresseerd in. Wat zit er nou in zo'n binnenkant? Was ook wel leuk om te zien. Ze haalde, Bo die toen was toen het laatst bij hem ook. En toen haalde hij dus zo'n MacBook open. En dan zie je gewoon wat er binnenin zit. Dat was best wel leuk. Uiteindelijk kreeg die jongen ook nog een leaseauto van een bedrijf waar hij gewoon een jaar lang geloof ik in mocht rijden. Nou, dat was voor hem wel heel erg fijn, want zo had hij ook wat meer tijd. Want het reizen, ik geloof dat hij per dag best wel wat tijd kwijt was aan reizen. Ik weet niet meer precies hoeveel, maar het kostte hem best wel veel tijd. Ik geloof dat hij 's ochtends soms om 7:00 de deur uitging en soms om 8:00 weer thuis was. 'S avonds. En toen zei hij ook, ja, dan moet je nog eten. En dan ja, moet je toch weer een beetje op tijd naar je bed. Dus voor hem was dat natuurlijk heel positief. Twee mensen, ja, er, bij die ene heb ik sowieso heel erg mijn twijfels. Er was één man, die was heel erg verslaafd aan bier. Hij dronk 50 flesjes bier per dag toen ze hem net leerden kennen. Nou ja, hij was ook heel blij met die sleutel toen Bo hem aanbracht. Maar hij had ook heel veel issues uit zijn verleden die hij gewoon een plek moest geven. Waardoor hij ook eigenlijk in therapie moest. Maar ja, Bo zei, je moet eerst van die alcohol afkomen. Want dat is gewoon een dingetje. Want als hij dronken werd, dan schold hij gewoon iedereen uit. Hè? Ook van die productie. Hij heeft zelfs woorden gehad met Bo. Bo die was vorige week ook gewoon echt heel stellig van, joh, je bent echt een klootzak hoe je je gedraagt. Uiteindelijk had hij ook wel weer een beetje spijt van zijn woordkeuze. Dus ze hadden dat ook uitgesproken. Toen hebben ze hem in een kliniek gekregen. Dan moest hij geloof ik, nou, ik weet niet hoe lang. Volgens mij was het 14 dagen of zo dat hij kon afkicken. Maar hij was na een paar dagen al vertrokken. En toen had Bo ook contact gehad met de verslavingsdeskundige. Die zei ook, ja, soms moet je accepteren dat mensen niet geholpen kunnen worden. Nou, uiteindelijk wilde hij toch weer zelf naar een kliniek. Dus Bo die heeft hem toen weer naar een kliniek gebracht. Dat heeft hij toen wel afgemaakt. Hij had het heel zwaar. Maar hij zei al wel, ja, ik wil toch ook wel weer met de tijd wel een keer een wijntje kunnen drinken. Ja, en dat vind ik dan lastig. Want ik denk dat als je echt alcoholverslaafd bent, dat je eigenlijk gewoon helemaal geen alcohol meer moet aanraken. Dus ook geen wijntje. Hè? Ja, ik denk niet dat dat werkt. Kijk, ik kan me daar zelf helemaal geen voorstelling bij maken. Ik vind een alcoholdrankje vind ik op zijn tijd best lekker. Maar ik heb aan één flesje per avond ook genoeg. Dus het is niet dat ik 5 flesjes wegtik. Ik vind 1 flesje genoeg. Weet je, dan voel ik er niks van. Ik heb toch... Ja, je hebt toch lekker je drankje gehad. Maar ik moet er niet aan denken dat ik weet ik hoeveel flesjes alcohol op een dag weg tik. Als iemand ook tegen me zou zeggen, joh, je moet nu stoppen met alcohol. Nou, daar zou ik geen probleem mee hebben. Echt niet. Ja, het is jammer dat je met je feestdagen geen drankje meer kan drinken. Maar daar lig ik dus dan niet wakker van. Kijk, met roken zou voor mij wel een ander verhaal zijn. Dat zou ik lastiger vinden. Maar goed. Terugkomend op dat verhaal. Hij was dus uiteindelijk, heeft hij toch die behandeling afgemaakt. Nou, dat was allemaal best wel goed. Hij had weer contact met zijn ouders. Alleen, ja, er was nog wel een lange weg te gaan. Hij was er nog niet. En die andere man, nee, die had dieren. Hij had een paardje. Hij had een bok en een hond. Maar dat paardje had hij ook in huis gehad. En dat huis, dat was zo'n bende. Want die dieren leefden binnen. Ja, en toen is de, vorige week is de zo'n inspectie langsgekomen. Volgens mij van waar, ik weet niet precies hoor.
En die hebben toch dat, die geit en dat paardje weggehaald. Want ja, ze zeggen ook, het is geen plek voor, dat zijn geen dieren die in een huis moeten leven. Die moeten lekker in een weilandje, lekker bij soortgenootjes. En dan kon die man heel moeilijk verkroppen. Hij zou eerst ook zijn hond nog kwijtraken. Die was er nu uiteindelijk nog wel. Maar hij stond ook eigenlijk helemaal niet te springen om die sleutel toen Bo hem aanraakte. Want hij had zoiets, mag ik hem ook weggeven? Dus hij wil gewoon niet geholpen worden. Ook op psychisch gebied niet. Je merkt gewoon, er zitten heel veel psychische problemen. Hij wil niet geholpen worden. Het was nu zelfs zover dat het huis was zo'n bende. Want er lag overal poep. Volgens mij hebben ze dat wel opgeruimd. Je zag overal stapels pizzadozen. Bo kwam daar binnen. Er stonden allemaal flessen met urine. Want hij wilde niet in het toilet zijn behoeftes doen. Want hij wilde niet dat hij water moest betalen aan de gemeente. Dus nou ja, dan ga je in een fles plassen en dan staat je hele huis vol met flessen urine. Heel ranzig, maar ook gewoon aan de uiterlijke verzorging deed hij niks. 8 maanden in dat huis. De douche heeft hij niet aangeraakt. Niet lekker een knipbeurtje, lekker zijn baard ingekort of wat dan ook. Hij wilde het allemaal niet. Ja, Bodie was daar best wel van onder de indruk, ook wel een beetje emotioneel. Hij zei ook, ik hoop gewoon eigenlijk dat we over een half jaar een soort documentaire kunnen maken. En dat we dan zien dat het wel goed met hem gaat. Maar hij was heel mager, die man. Dus ik weet het niet. Maar ik vond het echt een heel mooi programma. Ik denk ook dat deze insteek beter was dat je mensen een sleutel geeft. Dan bij de Rotterdam project kregen ze allemaal 10.000 euro. Maar dan kun je je wel voorzien in je levensbehoeften. Maar je hebt natuurlijk niet de belangrijke dingen zoals een huisvestiging of wat dan ook. Of een dak boven je hoofd. Dus dat heb ik gekeken. En Klee en Rex. Dus dat was mijn avond. Nu ga ik jullie even op statief zetten. Dan kunnen we even dat fonduepannetje uitpakken. Want ik ben ook wel benieuwd. Want hij staat toch in de doos dicht. Dus dat ga ik even doen. Nou, dit is de doos. Hier zit de fonduepan in. Dus even kijken hoe ik deze kan openmaken. Ik denk gewoon trekken. Echt werkelijk waar, geen flauw idee. Zo kan het ook. Je trekt het gewoon kapot. Maar dat geeft niet, de doos die je toch weg. Mijn fonduepan, mijn mini fonduze. Mijn nieuwe mini fonduze met fonduepan. Dus dit is hem. Ik laat hem wel even dicht zitten, want dat lijkt me gewoon even handiger. Maar ik ben er wel heel blij mee. En ik vind het leuk dat ik hier dus ook weer mee kan gaan fonduen. Dus die ga ik met kerst lekker gebruiken. Maar dit is dus het nieuwe pannetje. Er zit hier nog een bol in. Het formulier. Nou, gewoon de, ja, om te retourneren is dit, maar hoef ik toch niet terug. Dat is mijn fonduepan. Ik ga nu eerst even stofzuigen. Daarna ga ik een video opnemen met mijn nieuwe camera. En daarna wil ik eventjes mijn tv-kastje naar voren halen. Want ik wil even mijn snoer een beetje gaan ordenen. Want dat is nu een bende van ellende. Dus daar kan ik jullie wel bij zetten. Maar nu ga ik eerst even stofzuigen en zorgen dat de video voor zaterdag opgenomen wordt. Zo, de video staat erop. Dat is even weer heel erg wennen, want ik had net heel scherp beeld natuurlijk. En nu is het allemaal weer even iets donkerder. Ik zal hem zo even wat lichter zetten. Ik ga even wat drinken en dan ga ik eerst eventjes die snoeren doen. Want het is nu al wel wat later, want het moest allemaal even kijken hoe alles een beetje in zijn werk ging. Maar het is uiteindelijk wel gelukt. Dus ik ga dit even gauw opruimen en dan ga ik eerst eventjes met die snoeren aan de gang. En dan is dat ook klaar. Tijd om deze bende maar eens even op te ruimen. Deze wil ik goed vastmaken. En dit gaan we even netjes maken. Dus ik ga je er even bij zitten. Ik ga even het kastje naar voren halen, zodat ik eerst even goed kan stofzuigen.
klaar. Het is wel beter dan dat het was. Ik zie wel dat er iets nog niet helemaal goed zit. Even kijken of hier nog wat in moet. Dus even tv aanzetten. Even kijken wat hij nu aangeeft. Want hij geeft een foutcode aan. Het kan ook zijn dat hij nu moet doorladen. Even kijken hoor. Nou, hij is nu aan het configureren. Dus dat is gewoon even afwachten. Ja, het zal altijd een beetje een bende blijven. Maar het is wel beter dan het was. Die zit weer vast. Mijn lampjes doen het weer die ik even vast moet plakken. Maar op zich ben ik wel tevreden. Zo, het is een stuk later. Ik kom net onder de douche vandaan. Maar ik heb dus sinds einde van de middag geen internet meer en geen televisie meer. Dus daar ben ik eigenlijk al die tijd mee bezig geweest. Het is nu ongeveer 7:50. Ik kan niet even normaal praten. Dus ik ga zo eerst nog even de spullen voor mijn pizza maken. En dan ga ik nog een keer met de provider bellen. Want ik heb ze al 2 keer gebeld. Omdat ik dus geen televisie en geen internet heb. En dat vind ik gewoon irritant. Ik wil vanavond gewoon lekker televisie kijken. Hè? Gewoon even ook internetten. Dus ga ik even kijken hoe dat werkt. Morgen komt natuurlijk mijn nieuwe aansluiting. Maar ja, het is gewoon een beetje balen. Want dan heb ik het allemaal netjes gemaakt. En nou doet het het allemaal niet meer. Er was geen storing bij hun bekend. Zoals ze konden zien. Maar mijn lampje die blijft rood. Dus ik ga ze gewoon nog even bellen. En dan ga ik ondertussen even mijn dingen opzetten voor mijn pizza. Ik heb wel een nieuw internet snoer aangesloten. Ja, het is gewoon allemaal een beetje vaag. Want mijn lampjes branden allemaal wel. Alleen mijn internetlampje die blijft rood. Ik kan nog even wat knopjes induwen. Daar heb ik vanmiddag ook wel aan zitten duwen. Hou je kop. Even kijken, ik heb hier nog een aantal lampjes. Ik weet alleen niet waar het allemaal voor is. Even kijken hoor, wat er gebeurt als ik ze alle 3 tegelijk gewoon indruk. Dan ga ik ze gewoon nog even bellen, want de eerste keer werd ik niet zo netjes behandeld. En nu de laatste keer op zich wel. Ik denk dat ik ze nog even ga bellen. Ik ga jullie dan morgen gewoon weer zien. En dan horen jullie morgen hoe het is afgelopen. Want ik weet dus niet of ik vanavond televisie ga kunnen kijken. Maar ik ga eerst maar even mijn eten een beetje regelen. Zodat ik straks ook een beetje kan eten. Want ja, anders wordt het ook weer zo laat. Dus ik zie jullie dan morgen weer. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 6 december. Ik ben klaargemaakt. Ik verwacht ieder moment de monteur voor mijn nieuwe internet. Ik was daadwerkelijk gewoon al afgesloten en dat had niet te maken dat ik een betalingsachterstand had. Dat had te maken dat Telfort besloot dat ze gewoon tot gisteren konden leveren, einde van de middag. Dat ze sowieso hadden, u gaat weg, dus u zoekt het maar uit. Het was heel, heel gek, want ik heb dus gebeld. En toen zeiden ze dus, in eerste instantie zeiden ze al van, moest ik van alles proberen, dat had ik gedaan. Dat werkte niet. Toen zei ze van, ja, dan moet ik een monteur inplannen. Ik zeg, nou ja, goed, dat kunt u laten zitten. Ik zeg, want ik ben morgen bij jullie weg. Ik zeg, maar hebben jullie mij al afgesloten toevallig? Ja, dat zou het best wel kunnen wezen, omdat hij morgen weggaat. Ik zeg, oké. Ik zeg, dat vind ik niet netjes voor jullie. Ik zeg, want er is mij verteld dat er gewoon geleverd zou worden totdat mijn nieuwe internet het zou doen. Dat is normaal de procedure. Er werd niet op geantwoord, de haak werd op de lijn gegooid. Dus ik was een beetje pissig. En ik had mijn internetkabel vervangen, want ik denk, ja, weet je, die internetkabel die ik had, die was niet helemaal jovel meer. Er zit nu een hele lange gelukkig bij mijn T-Mobile pakket. En toen ging ze weer bellen. Ik zeg, nou ja, goed, ik heb net de internetkabel vervangen. Ik zeg, mijn lampje blijft rood, hij brandt weer, dat deed hij eerst niet. Ik zeg, maar is de lijn nog actief? Ja, zegt die jongen, de lijn is nog actief. Nou, daar merk ik niks van. Nou, opgehangen. Nog wat dingen geprobeerd. Uiteindelijk heb ik nog een keer gebeld. Ja, ze kwamen nog steeds op hetzelfde punt. Dat of je modem het niet meer deed. Of dat het glasvezelkastje het was. Nou, dat bleek dus dan misschien de modem te zijn. Ja, dat had toch allemaal geen zin meer. Dus puntje bepaald, had ik gisteravond geen televisie. En toen kreeg ik via Twitter nog bericht. Want ik had ook een Twitterbericht gestuurd. En toen kwam er toch uit dat de lijn al dood was. Dus allerlei verschillende verhalen, maar puntje bepaald. Ik had gisteravond geen internet, geen televisie. Dus het was best wel een beetje saai, moet ik zeggen. Ik heb een film gekeken, ik heb de film After gekeken. Ik heb daar ook een boekenreeks van gelezen. Dat was een boekenreeks van Anna Todt. Alleen deze kon ik niet meer zo voor de geest halen, omdat die boekenreeks heb ik al heel lang geleden gelezen. Die heb ik maar gekeken, ja.
Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb mijn video alvast in elkaar gedraaid. Dus toen hoef ik vanavond niet meer te doen. Ik dacht, ja, ik moet toch wat. En toen ging het gisteren of vannacht eigenlijk helemaal niet goed met Bunny. Gaat de laatste dagen niet zo heel erg lekker mee. En ik weet niet of ik het had verteld. Gisteravond dacht ik dat het einde er was. Ze ging ineens heel druk door de kooi rennen. En ineens viel ze plat neer. Shit. Zou dit echt het einde betekenen? Ik was op een gegeven moment even naar de wc geweest. Toen ben ik bij de kooi gaan zitten. En gelukkig toen ik van de wc afkwam. Toen ademde ze nog. Maar ze ging plat liggen. We zaten echt met vieren hier eromheen. De drie katten en ik. Die zaten allebei bij de kooi. Eigenlijk kwam ook gelijk aan. Want het was toch niet leuk dat haar vriendje niet meer recht stond. Zij vindt dat geweldig, echt. Zij gaat ook rustig bij Bunny in de kooi zitten. Vindt ze leuk. Dus ik kwam echt zo heel lief kijken en zo piepen van wat is er aan de hand met Bunny? Dus mensen die zeggen dat katten niet gevoelig zijn, die hebben het mis. Want ik vind echt dat ze veel gevoel hebben. Dus we zaten met z'n vieren om de kooi heen. En uiteindelijk ging ze toch wel weer op de pootjes staan. Ik heb er nog een paar keer rechtop gezet. Ik heb, in de bekkie heb ik water gespoten, want ik had het idee dat ze weinig dronk. Al hoor ik het af en toe wel aan die fles zuigen. Maar ik weet niet of er water uitkomt. Dat heb ik gedaan. Dat viel er ook weer uit. Ik weet niet of het nog heel lang gaat duren. Laat ik het zo zeggen. Ik ben er heel bang voor. Dus dat was een beetje mijn avond. Een beetje saai. Nu ga ik wachten op de monteur. Daarna ga ik even stofzuigen. Daarna wil ik alvast mijn kerstboom in elkaar zetten. Dan ga ik hem morgen versieren. Dan staat hij in ieder geval. Dan hoef ik niet alles op één dag te doen. Dan kan ik hem in ieder geval gewoon neerzetten. Ik vind het toch wel gezellig om hem alvast neer te zetten. Dan gaat Bunny hier naast de bank. Maar dan moet ik eerst even wachten tot die monteur is geweest. Want ik moet eerst even heel goed stofzuigen. Want ze heeft er echt een hele grote bende van gemaakt. Ik weet niet of jullie het nu zien, want het is hier ook onwijs donker. Maar hier ligt dus allemaal zaagsel. En dat moet ik gewoon even opzuigen. Dan gaat ze hier gewoon naast de bank. En dan kan daar de kerstboom. Maar ik kreeg dus een sms'je. Dat was rond 2 uur. Dat de monteur binnen toen en 30 minuten er zou zijn. Maar die is er dus nog niet. Dus ik hoop wel dat hij zo komt. Want ik wil eigenlijk ook weer graag internet. Want ik heb nu ook goede tijden gemist. En dat wil ik sowieso even terugkijken voordat ik vanavond ga kijken. Ja, dat. Ik had gisteren pizza gemaakt. Maar ik ben dan zo in de war. Dan ben ik zo, omdat dit dan speelt dat ik geen internet, geen televisie heb. Dan ben ik zo in de war. Dan heb ik nog een muskaat op mijn pizza gegooid in plaats van paprika poeder. Nou, ik kan je vertellen, dat is echt heel vies. Dat is niet lekker. Dus ik ben dan gelijk een beetje van het padje af. Dus ja, dat was het eigenlijk. Ik heb nog steeds last van mijn keel. Ga zo nog maar even zo'n snoepje nemen, denk ik. En even wachten tot de monteur komt. Ja, ik heb alles al losgehaald. Alles van Telford is weg. Maar ja, ik had toch niks meer, dus ik had het net zo goed al weg. En dan ben ik benieuwd of hij het komt aansluiten of dat ik het alsnog zelf moet doen. Alleen dan begin ik wel even over die 65 euro, want het kost me 65 euro. Dus, maar we gaan het even afwachten. Ik zie jullie in ieder geval weer als de monteur geweest is. En dan ga ik jullie erbij zetten vanmiddag. We zijn weer aangesloten. Hoe fijn is dat? Ik heb hier nu mijn modem. Ik heb nog maar één stopcontact over een stekkerbox. En ik heb hier mijn kastje. Het is een heel klein kastje. Zo ziet het er nu in de gangkast uit. Dit is nu mijn glasvezel. En die man heeft ook heel netjes dit vastgeniet. Dus hoe ideaal is dat? Ik heb de kerstboomspullen naar beneden gehaald. Dus we gaan nu de kerstboom opbouwen. Gaan we morgen versieren, maar ik ga jullie er gewoon bij zetten. Ik heb Bunny al geplaatst, die staat nu hier. Dus laten we dat maar eens eventjes gaan doen. Ik word weer even puzzelen, want ik moet weer even kijken hoe alles in elkaar moet. Maar ik ga jullie er gewoon bij zetten.
Zo, ik stopte ermee voor vandaag. Hij is nog niet helemaal af met versieren. Zou ik eigenlijk ook morgen doen, maar toen was het nog zo vroeg. Toen dacht ik, nou, ik kan er vast wel het een en ander in hangen. Die lampen zitten erin. Ik ben nog niet helemaal tevreden, maar ik ga morgen verder afversieren. Ik heb nu ook in de keuken dit gehangen. Vind ik ook wel heel leuk. Hij moet alleen wat hoger. Dit is het kerstmannetje. Ik moet even hier nog de zooi van Telfort opruimen. Dat komt straks wel. Ik ben in ieder geval blij dat ik weer internet heb. Dus ik ga vanavond het programma's terugkijken. Straks even sowieso GTS niet terugkijken. En ja, vanavond even een artikel schrijven. Maar ik ga ook weer Rex en Glee kijken. En voor de rest, ja, gewoon lekker chill avondje. Ajax moet ook spelen, dus dat ga ik ook nog kijken. Dus we zijn druk. Maar dat geeft niet. Ik ga nu in ieder geval eventjes de stoel op zijn plek zetten. Straks de spullen naar boven. Dan ga ik jullie morgen weer zien, want ik ben nu gewoon moe. En mijn camera is leeg. Dus vol. Dat kaartje moet geleeg. Dus ik vind het voor nu eventjes belletjes. Ik stop ermee voor vandaag. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 7 december. Ik ben klaargemaakt. Zoals je kan horen ben ik weer iets meer snotterig als van de week. Weer iets meer aan het niezen. Dus dat blijft een beetje een dingetje, maar goed. Ik heb vandaag op de planning staan mijn kwast te wassen. En daarna ga ik even de kerstboom afmaken. En als er daarna nog tijd over is, wil ik even in mijn bullet journal aan de gang. Maar dat zijn even de voornaamste dingen. De kerstboom zijn eigenlijk voornamelijk nog ballen en wat slingen. En ik moet een paar lampjes even verder verdelen. Maar dat is het ook eigenlijk. Dat is niet heel veel werk meer. Omdat het natuurlijk gisteren toch wel verder was gekomen dan ik had gedacht. Ik heb mijn teennagels even geknipt. Want die groeien altijd zo allemachtig snel. Dat is soms niet normaal. Dus dat heb ik ook gedaan. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Ik heb Meester Frank Visser gekeken. En de Handhavers. En Rex en Glee weer. En het voordeel is dat ik met T-Mobile de reclames kan doorspoelen. Eén nadeeltje, het is misgegaan met het kastje. Want ik heb nu een kastje die niet kan opnemen. Ik heb wel gevraagd om een kastje die kan opnemen. Dus dan moet ik morgen of maandag even contact mee opnemen. Want dat konden ze gisteren nog niet regelen. Omdat hij nog op de planning stond, zeg maar. Omdat het gisteren geïnstalleerd is. Maar die kunnen ze dan omruilen. Dus dat was een beetje jammer dat dat weer mis was gegaan. Maar goed, het is even niet anders. Ik zal nog even mijn cadeautje laten zien wat ik van mijn moeder had gehad. Voor Sinterklaas. Ik had namelijk een chocoletter gehad met een cadeaukaart van het kruidvat en een letter S. Dus dat was super leuk. Dus dat was mijn Sinterklaas cadeautje. Ik ga nu even stofzuigen. Even de bank insprayen. En dan gaan we zo even wat doen. Ik zie. Oh, kijk. Dit krijg je dus. Maar die ligt nu onder de kerstpan. Ligt je lekker? Het kleedje moet even verplaatst, lieverd. Ja, maar dat is wel leuk, hè? Onder de boom. Met Bunny gaat het ook redelijk. Hé, Bun. Hi. Ze heeft niet meer zo raar gedaan als donderdag nacht. Dus dat is heel fijn. Mickey zit nu op de krabpaal. En ze vinden de kerstboom fantastisch. En ik had trouwens gisteren, ik weet eigenlijk niet of ik dat had laten zien. Anders dan laat ik het wel even zien als hij einde van de middag aan is. Deze opgehangen. Dat is dat kerst, of dat kerstmannetje, of dat sneeuwpoppetje van de Tiel. En ik kan hem even aanzetten. Hier heb ik gewoon wat lichtjes. Ik zie alleen nu dat er één lichtje het niet doet. Of een paar. Nee, het lijkt maar zo. Ze doen het wel allemaal. Maar het is nu zo mooi omdat het natuurlijk licht is. Oh, even uit. Je kunt hem zelf aan en uit zetten. Er is ook een schakelaartje op. Dat hij gewoon zoveel uur brandt. Oh, nu heeft hij hier heel veel moeite met scherpstellen. Met het licht. Goed, ik ga toch even stofzuigen en even de kwasten wassen. En ik ga jullie er gewoon bij zetten.
Zo, ik heb alles klaar. Ik heb mijn bullet journal nog even een beetje bijgewerkt. Niet heel ver gekomen, want er was niet heel veel tijd meer. Maar ik wilde eigenlijk even die plaat van augustus afmaken. Die is nu af. Ik heb even van mijn verjaardag dat erin geplakt. Maar dan moet ik van de week ook weer even met het bullet journal voor mijn bloggers aan de gang. Goed, de kerstster hangt weer. Hij kan alleen helaas niet terecht, maar dat was vorig jaar natuurlijk ook. Ik denk dat het voor jullie helemaal niet meer zichtbaar is. Maar hij hangt. De kerstboom is helemaal af. Ik heb alle ballen erin. En ik heb hier wat Minnie Mouse balletjes, Mickey Mouse balletjes van Primark bijvoorbeeld erin hangen. Die heb ik een plekje gegeven. En nu zal ik deze ook even aan, want ik denk dat het nu leuker zichtbaar is voor jullie. Kijk. Ja, het voelt niet echt lekker, maar dan heb je een beetje idee hoe mijn huis in kerstsfeer is. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker chillen, want ik ga verder niet veel meer doen. Straks even eten en douchen en vanavond kijk ik de show van Paul de Leeuw. Ik ga mijn nagels even netjes maken, want die zien er niet meer uit. En ik ga denk ik een man bij de dokter kijken en misschien nog smeren of zo. En sowieso natuurlijk Lia en Rex, dus dat wordt een beetje mijn avond, dus niet heel bijzonder. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. En ja, toch nog wel een productief dagje, al zeg ik het zelf. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 8 december. Ik zit lekker op de bank. Ik heb net even de haartjes tussen mijn wenkbrauwen weggehaald. Nu heb ik een hele mooie plek. Ik weet niet of het voor jullie zichtbaar is, maar ik zag het net in de spiegel, maar... Ik ga vanavond toch scrubben en zo, dus dan komt dat wel weer goed. Maar die haartjes daar, die groeien altijd heel snel. En dat is dan vooral tussen mijn wenkbrauwen, zeg maar. Dat hou ik altijd wel netjes bij, want ik wil niet Bert van Ernie worden. Nee, zo erg is het niet hoor. Maar ik voelde gewoon dat er wat zat. En het zijn wel donshaartjes, maar ik wil ze gewoon weg hebben. Met Bunny gaat het eigenlijk wel weer redelijk. Ik heb het idee dat ze weer meer eet. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik ben elke dag toch een beetje bang als ik opsta dat ze er niet meer is. Maar het gaat eigenlijk goed. De katten blijven ook eigenlijk best wel goed van de kerstboom af. Ik was er een beetje bang voor dat ze hem leeg zouden trekken. Vorig jaar is er wel eens een balletje uitgehaald. Maar ik moet zeggen, ik hoor ze wel bij de boom. En dat is vooral Mickey. Want ik lag op bed en ik hoorde haar bij die boom. Dus ik ging eruit om te kijken. En toen zag ik Mickey wegspringen. Dus die vindt het allemaal wel heel erg interessant. Dat snap je niet, want ze zijn al lang kitten af. Mickey is 5. Dus je zou denken van... Ze zit me aan te kijken van, heb je het over mij? En je zou denken van, dan is het wel klaar. Dan zijn ze er wel klaar mee. Maar ze vinden het toch allemaal wel erg leuk. Ik ga zometeen even stofzuigen. Dan ga ik foto's maken. Ik ga ook even de foto's van vorige week opnieuw doen. Want ik was niet helemaal tevreden over hoe het allemaal stond. Ik vond het licht niet heel erg mooi. Ik vond het een beetje aan de donkere kant. En aangezien ik nu tegenwoordig, voorheen gebruikte ik iPhoto. Alleen dat wordt op de nieuwe software van de MacBook niet meer ondersteund. En dan kon ik altijd de foto's nog wel wat lichter of iets donkerder maken. Dus dat kan niet meer. Dus ik moet nu gewoon foto's gebruiken. En ik vind die opties vind ik allemaal niet zo fijn. Dus Apple... Alsjeblieft, breng iPhoto terug. Want ik vond het veel beter dan wat ik nu heb. Dus. Maar ik moet even kijken naar die instellingen zometeen. Ik denk ook even dat ik die nieuwe lens ga gebruiken die ik van mijn vader heb gehad. Even kijken of het allemaal iets beter wordt. Want ik ben gewoon nog niet helemaal tevreden. Ja, voor de rest is dat een beetje mijn middagje. Verder niet heel veel. Gewoon lekker relaxed. Ik heb even de foldertjes bekeken. Ik heb even... een vlogje bekeken op de Apple TV nu, want ik heb nu natuurlijk op mijn televisie geen YouTube en Netflix meer. Maar Netflix kan ik ook kijken op de Apple TV. Dus dat. Gisteravond heb ik de show van Paul de Leeuw gekeken. En ik heb Komt een man bij de dokter gekeken en Glee en Rex.
Ik wilde eigenlijk nog een afleveringetje Smeres kijken, maar die stond dus helemaal niet op YouTube. Want er staat wel Smeres bij, maar het is Vuurzee. Dus ik moet eigenlijk even kijken of ik die ergens weg kan halen. Want ik wil dat eigenlijk wel verder gaan kijken. En dan zal ik zo eens even kijken, moet ik even op mijn laptop inloggen of dat ze het hebben verwerkt bij T-Mobile. Anders kan ik ze bellen voor dat kastje en anders dan moet het morgen. Dus dan moet ik even bekijken. Ik heb nu gewoon even wat dunner truitje aan de laatste dagen. Misschien is het je opgevallen gisteren. Ik had ineens weer een andere trui aan. En dat kwam omdat ik de laatste dagen weer heel erg last heb van transpireren. Ik word ook gewoon wakker dat ik gewoon eigenlijk een beetje bezweet ben. En ik heb de verwarming al uitgedraaid op de slaapkamer. Want die had ik even als proefje aangedaan. Maar het beviel me dus voor geen meter. Ik denk dat dit dekbed overtrek best wel warm is. Voor de rest eigenlijk niet heel veel te melden. Nee. Ik ben even de iPad aan het opladen, want die had bijna geen batterij meer. En ik wil toch wel graag mijn spelletje doen. En ik verwacht ook mijn telefoon opladen. Ik moet eigenlijk dat snoertje nog even losknippen, want ik heb een ander snoertje gekocht bij de Action. Maar die zat zo gigantisch vast, dan moest ik weer uit bed voor een schaar. Daar had ik geen zin in. Dus toen dacht ik, nou weet je, ik laat jou morgen wel gewoon op. Vandaar dat nu ook even mijn ster brandt. Maar hij hangt niet helemaal zoals ik wil. Het is niet helemaal geweldig. Hij staat nu best wel strak. En dat komt nu omdat die iPad oplader erin zit. Ik had het vorig jaar anders naar mijn idee. Ik had het... Ja, ik weet het niet. Het was anders. Misschien had ik hem toen niet over mijn gordijn gehangen. Maar ja, anders dan zie je als je van buiten naar binnen kijkt dat snoer zo hangen. Dat vind ik dan weer niet zo mooi. Dus, nou ja. Moet ik even naar kijken of dat ik dat nog een beetje kan veranderen. Ik ga nu in ieder geval even stofzuigen. Ik heb trouwens mijn nagels ook gedaan. Het kleurtje van Sally Hansen. Die blijft heel goed zitten als het goed is. Dus een beetje een licht parelmoer kleurtje. Maar ook wel een keer leuk. Even stofzuigen. Dan ga ik zo eventjes kijken met de foto's. Even naar de instellingen kijken en zo. Dat ik dat een beetje goed ga krijgen. En dan ga ik dat even doen. Oh, dat is dan ook wel mijn middagje. Misschien ook jullie er even bij zitten met foto's maken. Maar dan moet ik even kijken hoe en wat, of dat lukt. Dus ik ga eerst even stofzuigen en nou eventjes de foto's doen. Zo, de foto's zijn gemaakt. Ik ben ook echt letterlijk net pas klaar. Het heeft weer even wat langer geduurd, maar dat is wel logisch, want ik ben nog steeds zoeken. Hè? Nou had ik de juiste instellingen. En toen was mijn batterij leeg. Dus ik heb eventjes voor nood mijn andere camera erbij gepakt. Die had nog batterij. Heb ik daar even wat foto's, de laatste foto's mee gemaakt. Zodat het in ieder geval afkwam. Dat ik het van de week niet nog weer hoef op te pakken. Ik heb ook eventjes... wat wou ik zeggen? Ik heb jullie er wel bij gezet, maar niet super lang. Want het wilde gewoon allemaal niet zo goed. Maar nou ja, het is niet anders. Ik ga nu gaan, de katten zijn nu aan het eten. Ik ga nu zo even lekker relaxen. Straks even de foto's importeren, want die heb ik vanavond nodig. Ik heb hier nu de batterij erin hangen. Maar ik moet eigenlijk even gaan kijken voor een batterij erbij. Want bij die andere camera had ik twee batterijen. En ik liet dinsdag ook aan mijn vader zeg maar dat kaartje zien. Want ik dacht, oh, er gaan gewoon dezelfde kaartjes in als in mijn andere camera. Maar dat waren dus echt hele grote, dikke kaarten. Toen zei mijn vader al, nou, daaraan kun je eigenlijk al zien dat het een hele oude camera is. Dan ben ik ook eigenlijk wel heel benieuwd van welk jaartal die is. Dat wil ik eigenlijk nog even een keer opzoeken. Maar goed, ik heb wel foto's gemaakt toen met mijn nieuwe camera. Maar ik kon het nu even niet afmaken vanwege de lege batterij. Maar nu ga ik hem gewoon even een hele poos in de oplader doen. Dat ik van de week ook gewoon weer voldoende batterij heb om te filmen. Want er is mij gevraagd of ik een make-up routine wil doen. Dus dat vind ik op zich wel leuk om te gaan doen. Misschien dat ik hem een beetje combineer met een kerstlook. Moet ik even kijken hoe en wat. Ik ga nu in ieder geval eventjes wachten tot de katjes klaar zijn. Straks foto's importeren. Vanavond kijk ik Rex. Ik kijk het nu gewoon vanaf 8 uur op RTL Crime. Omdat ik hem niet kan opnemen. En eerder nam ik het dan op. En dan kijk ik later Alberto wel terug. En Keizersvrouw kijk ik dan ook wel even terug. En ik denk ook even Glee. Dan moet ik even kijken. Nee. Nee, jij hebt gehad. Kom. Nou is het muis. Muis. Brokjes. Ik weer in de gaten gaan houden, want tijdje die eet weer zo vliegers vlug. Dus, nou ja, het is allemaal drama en ellende. Ah, nou ja, ik ga verder toch niks meer doen, dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want,
Ik ga nu gewoon nog even lekker chillen, want er is een chilldag voor. Ik heb wel mijn buisje uitgeknepen, dat voelt wel fijn. Ik zag een wit puntje, dus ik dacht, oh, ik ga het gewoon proberen. En hij knapte al. Maar goed, ik ga bij deze gewoon zeggen, ik zie jullie morgen weer. Ik ga straks even mijn eten maken en douchen en dan tv kijken en mijn foto's nog bewerken vanavond. Dus ik zou zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 9 december. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het een beetje koud, maar ja, er komt straks wel goed. Het is ook een beetje regenachtig, dus op zich is het niet heel vreemd. Ik ga zo even stofzuigen. Ik heb voor de rest eigenlijk niet echt een planning. Ik wil even aan mijn bullet journal en even een wasje aanzetten. Dus dat is het ook eigenlijk wel. Ik heb het geregeld nu met T-Mobile. Ik krijg nu mijn nieuwe kastje. Dus dat is ook wel fijn dat dat nu geregeld wordt. Dus ja, het is fijn dat ze dat snel konden doen. Gisteravond heb ik Rex gekeken, eigenlijk de hele avond. En daar heb ik Alberto Stegeman even teruggekeken en Keizersvrouwen en Glee. Ze zijn nu Rex weer opnieuw aan het herhalen. Dus het was weer de aflevering dat het baasje doodging. En ondanks dat ik hem al had gezien, moest ik hier huilen. Maar goed, geeft niet. Dus dat was eigenlijk mijn avond. Ik had mijn vlees was niet helemaal lekker. Want mijn vlees die was niet helemaal... Hij zat nog in elkaar. Ik had hem eigenlijk zaterdag al uit de vriezer gehaald. En hij was nog niet helemaal goed ontdooid. Ik heb het laatste stukje ook niet opgegeten. Want ik zat vol. Met Bunny gaat het redelijk. Ze piept nog wel, maar ze eet ook wel weer. Ja, ze heeft echt wel veel gegeten. Want ik had gisteren een bakje best vol gedaan. Nou, ze eet wel weer goed. Dat vind ik wel fijn. Ik ga nu eerst even stopzuigen. Mickey is ook wat onrustig. Even een wasje aangooien. Dan ga ik even hier wat bullet journalen. Omdat Mickey nu onrustig is. Ik weet ook niet waar de andere twee zijn. Die lopen hier vast ergens rond. Wat is er, Mickey? Misschien zit muis wel onder de kerstboom. Hi! Mickey zit... Oh, ze zitten allemaal hier. Oh, ze hebben... Oh, chips... Ze hebben mijn prullenbak opengemaakt, want die krijgen ze dus wel open als ze erop gaan staan. Dus ik vrees dat ze dat vlees eruit hebben gehaald. Dus de kans is aanwezig dat er gespuugd gaat worden. Goed, ik ga nu eerst eventjes gewoon stopzuigen, dan is dat klaar. Ik heb even wat spullen gepakt. Ik ga nu even hier zitten, ook weer. Bunny maakt weer veel geluid. Ik weet niet of jullie het kunnen horen. Bunny! Nou, dat doet hij dus steeds. Liever dichtbij. Ik ga gewoon even hier op de kop zitten. En ik heb nu even besloten om de was morgen aan te zetten. Want dat heeft nu toch niet zoveel zin. Dan ga ik nu even de opzet voor december maken voor de bullet journal van mijn blog. Ik zal even mijn statiefje pakken en zal ik jullie erbij zetten. Zo, inmiddels heb ik alle lampjes aangedaan, want het werd donker. Katjes hebben net gegeten. Ik heb nog wel even een slag kunnen slaan voor december, maar ik kon er niet zo heel veel, omdat er nog niet zo heel veel van online staat natuurlijk. Maar ik moet wel eventjes flink in doorwerken, want krijg ik het allemaal niet af. Maar op zich kan ik met kerst ook wat doen, omdat ik met kerst toch geen plannen heb verder. Alleen kerstavond ben ik er niet. Nou, voor de rest eigenlijk, ben ik wel blij, even lekker rustig aan gedaan. Morgen is weer dag van de grote schoonmaak, dus ben ik sowieso heel wat langer bezig. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik lekker GTST en dat programma met die huizen. Ik weet nooit zo goed de naam. In ieder geval dat met dat
ja, dat ze gaan proefwonen. En de zaak van Nienke Plas, als dat er nog is. En daarna, ja, nieuws, even Klee, Rex. En ik moet een artikel schrijven, dus dat is eigenlijk een beetje mijn planning. Ik zie wel dat mijn nagellak hier beschadigd is. Heel gek. Moet ik even bijstippen. Goed, ik ga jullie dan morgen weer zien, want mijn camera heeft niet zo heel veel batterij meer. Dus ik heb verder toch niet heel veel te melden, want het is verder niet echt heel erg interessant of zo. Lekker relaxen, straks douchen, koken en dan vanavond lekker op de bank. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 10 december. Ik ben klaargemaakt. Mocht je je afvragen, heb je nou alweer hetzelfde shirtje aan? Dat klopt. Het is het enige shirtje waar ik momenteel niet in zweet. Want ik heb zo'n zweetprobleem, lieve mensen. Het is echt verschrikkelijk. Zit er nou iemand in de douche? Nee, volgens mij niet. Oh, er zit er een op de kattenbak. Die ga ik zo meteen toch verschonen. Alle shirtjes die ik aantrek, ik heb ze nou een half uurtje aan en het zweet en het gaat stinken. Het is verschrikkelijk. Ik moet morgen even kijken voor een andere deo. Ik moet sowieso deo hebben, maar misschien even één erbij, want ik weet het gewoon niet meer. Wat voor mij werkt, waar ik even niet in ga zweten. Het is echt heel erg op het moment. Ik weet niet meer zo goed wat ik er tegen moet doen. En het is wel een probleem wat ik eigenlijk al vanaf mijn jeugd heb, zo rond mijn 16e. Wat eerder eigenlijk al, dat ik gewoon heel erg zweette en dat ik het eigenlijk gewoon bijna niet kon opvangen. En toen had je volgens mij nog niet echt van die antitranspirant deodorant. Dus je deed het met de deodorant die je had. En op school je spoot je eigen gigantisch gek aan deodorant. Maar je rookt er echt niet frisse door. Logisch. Ze zeggen ook wel eens, vers zweet stinkt niet. Ik kan je vertellen, het stinkt zeker. Dit is geen oud zweet hoor, wat bij mij eruit komt. Want het is echt vers. Want ik was me gewoon elke dag voordat ik in mijn kleren ga netjes. Het zou gewoon, eigenlijk zou ik gewoon 2 keer per dag moeten douchen. Maar ja, daar heb ik gewoon vaak de zin in. Ik vind het ook een beetje zonde van het water. Want ik ben gewoon thuis, weet je. Als ik een dagje op stap ga, doe ik het wel. Zodat ik het iets langer volhoud qua frisheid. Maar het is gewoon niet te doen momenteel. Het is echt verschrikkelijk. Dus ik weet het allemaal niet zo goed. Maar goed, dat was dat. Ik heb gisteravond voor hetzelfde geld gekeken. Dat huizenprogramma Nienke Plas, Klee en Rex. En nu ga ik even de kattenbak doen en het konijnenhok. Het konijnenhok is nog niet super vies, maar ik ga er wel een schone kooi geven. Ja, hopen dat ze zich even weer wat prettiger voelt. Maar ik ga beginnen met die konijnen of met die kattenbak. En dan ga ik jullie er gewoon bij zitten in de gang in de douche en aan de beurt. Het is de dag van de grote schoonmaak. Dus laat ik hier gewoon snel aan beginnen, want ik heb verder ook niet zo heel veel te melden. Dus ja, laten we dit maar snel gaan doen. Zo, ik heb alles weer klaar. Ik ga even water opzetten voor een kuppensoepje. Ga ik nog even lekker zitten. Ik heb lekker even gerelaxed. Ik moet nog alleen even de bakjes voor de dieren afwassen. De etensbakjes. En dan hebben hun ook weer lekker schone bakjes. En ja, dan ga ik zo meteen lekker eventjes douchen en dan straks koken. Vanavond heb je Ajax, Paleis voor een prikkie. Maar ook... En ook verslaafd. Ik weet alleen niet of dat een nieuwe is. Dus dan moet ik even kijken. En je hebt... Ik ga gewoon Klee en Rex kijken. Dus dat wordt een beetje mijn avondje. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan er op het knopje van... Of op het rondje met mijn gezicht drukken. Maar ook
mijn kanaal zelf. En daar kun je ook het belletje aanzetten. En als je dan deze video leuk vond, kun je je duimpje omhoog doen. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!